De vrijheid. Live vanuit Wageningen zijn we aanwezig bij de nationale herdenking van de capitulaties 1945. En doen we verslag van het bevrijdingsdefilé. Vrijheid. Jij maakt het verschil. Ga je nu de taart pureren? Ja, we vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk alles kan blijven eten. Ze zijn dodelijk ziek en totaal afhankelijk. De bewoners van dit bijzondere verpleeghuis hebben de slopende ziekte van Huntington, die hele families treft. Ik zag haar en de broers natuurlijk regelmatig bij mami op visite komen. Hè? Maar er is in Gelderland één plek waar de verzorgers er alles aan doen om lol te brengen in hun leven. Ja, als ze maar gelukkig zijn. Kijk dinsdag naar de documentaire Dropfla en katheter sigaretten. Goedemiddag, welkom op het Nationaal Ereveld Loenen, waar je kunt gaan kijken naar een registratie van Eerbewijs 2024, de officiële herdenking van de Oorlogsgravenstichting. Hier herdenken we vandaag de Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens conflicten daarna. In gedachten, woord en muziek wordt stilgestaan bij de gevolgen van die oorlogen en de impact daarvan op de levens van nabestaanden. Voor het levensverhaal van Karel van Berkel zijn we afgereisd naar voormalig kamp Vught. Het zal altijd weer moeilijk hier te zijn, hè? Absoluut. Ja. Ja. Hele mooie plek. De vogels, hoor je ze. Ik vind vaak ook die stilte mooi en indrukwekkend. Hier moeten we zijn, hè? Ja, inderdaad. Karel van Berkel. Karel van Berkel. En wat belangrijk is, is dat kruis. Ja. Een sober kruis. Ja. Ja. Dat zou onze grootvader zeker erg mooi hebben gevonden. Karel van Berkel is onze grootvader. Hij was dus de vader van mijn moeder en jouw moeder. Ja. En Karel van Berkel heeft toch een heel opmerkelijk leven gehad. Karel van Berkel is geboren op 19 augustus 1892 in een welgestelde familie in Delft.
Het was een heel katholiek gezin, dus hij werd echt opgevoed in dat geloof. En dat geloof is hem later ook altijd bijgebleven. Het was een hele sportieve man, ook in de tijd dat hij op het gymnasium in Delft zat. Voetballen, veel wandelen, tennissen en natuurlijk roeien. Na zijn schooltijd in Delft is hij medicijnen gaan studeren in Amsterdam. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de chirurgie. Hij wilde chirurg worden. Hij is getrouwd met Eleonora Christina Laarman. Ze krijgen 5 dochters. Charlotte, Judy Eleonora, Emilie, Marie-Christine en Paula. Hij is verhuisd met zijn gezin naar Heerlen en heeft zich daar gesetteld aan de Weltelaan. En heeft een baan daar gevonden in het Sint-Josef ziekenhuis in Heerlen. Dat hele nationaal socialisme was opkomend. Hij was er absoluut niet mee eens. Hij zag natuurlijk wat er met Joodse mensen gebeurde. Dat mensen in de knel kwamen. Daardoor heeft hij besloten hoogstwaarschijnlijk met zijn vrouw wat ruimte te creëren op zolder. En die ruimte gebruikte hij om mensen die dat nodig hadden onderdak te geven, te verbergen voor de Duitsers. En ik denk dat er meer dan één ruimte was, maar ik weet het niet zeker. Hij schreef ook medische attesten uit, zodat mensen niet naar Duitsland hoefden te gaan. Ook attesten dat Joden met name al gesteriliseerd waren, om te voorkomen dat ze alsnog gesteriliseerd werden. Dus op die manier heeft hij geprobeerd om zoveel mogelijk mensen uit handen van de Duitsers te krijgen. Ja. Hij heeft zich niet aangesloten bij de artsenkamer, zoals men alle artsen in Nederland vroeg om te doen. Hij heeft daar zich tegen verzet. Hij is toen een actief voorzitter geworden van de Limburgse tak van het medisch contact. En dat is een verzetstak geworden tijdens de oorlog van de artsen. Hij had contacten met die knokploeg van Bongaerts. En Bongaerts was een politieman, brandweerman. En het verhaal gaat dat hij met loeiende sirenes door Heerlen reed om onderduikers of mensen die verzorgd moeten worden op te vangen. Iedereen liet hem door omdat men dacht dat er een brand was. En hij reed zo naar het ziekenhuis en hij dropte zijn passagiers daar, zodat ze opgevangen werden door Karel. Dat is Eleonora Christina Laarman. Onze grootmoeder, zij was degene die niet op de voorgrond zat, maar die zeker in de huiselijke sfeer en met die verborgen ruimtes daar mensen hoogstwaarschijnlijk voor zorgde dat ze alles kregen wat ze nodig hadden. En mijn grootmoeder was heel actief bezig om Engelse piloten bijvoorbeeld of Joodse mensen over de grens naar België te krijgen. Eigenlijk was dat de vrouw achter Karel van Berkel, die eigenlijk misschien net zo'n belangrijke rol heeft gehad, maar dat is minder in de picture gekomen. Het werd meer en meer duidelijk dat Karel van Berkel een actieve rol had in dat verzet voor veel mensen, waardoor die in de picture kwam. Hij is toen ondergedoken in Noord-Holland bij een oom pastoor. Toen is hij teruggekomen en uiteindelijk is het op 20 augustus 1944, een dag na zijn verjaardag, om 5 uur in de ochtend belde men aan bij hem thuis. En zijn vrouw dacht dat het de melkman was die heel vroeg was. En hij zei, nee, ze komen mij halen. Ergens voelde hij al aankomen dat hij opgepakt ging worden. Zeker voor zijn vrouw was dat de laatste keer dat ze haar man heeft gezien. Ja. Hij was hier opgesloten in het kamp samen met een heleboel andere mannen en vrouwen. En de geallieerden rukten op en de Duitsers zaten met dat kamp. En de Duitsers dachten van wat moeten we met al die gevangenen? Mm-hmm. Dus ze werden of op transport gesteld naar het oosten of ze werden gefusilleerd. Karel van Berkel is gefusilleerd op 5 september. Als je denkt dat de geallieerden minder dan 2 weken daarna binnengedrongen zijn. Dus het is allemaal op het nippertje geweest dat hij gefusilleerd is. En het verhaal zegt dat ze alle mensen die gefusilleerd zijn, dat ze die gecremeerd hebben. We hebben het er wel eens ook over gehad, hè? Over de basisangst die onze moeders hadden in zich. Hè? Ja. Een beetje paniek, een beetje angstig.
onheimische. Weet je, dat hadden ze allebei eigenlijk. Ja. Ja. En ik denk dat van die tijd komt. En dat heeft direct invloed op de kinderen. Ja. Ik hoop dat als er zoiets gebeurt, dat je ook dan zo standvastig kan blijven staan. En dat je kiest waar je voor moet kiezen, zeg maar. Ja. De kleindochters van Karel van Berkel zijn vandaag bij ons aanwezig. Dat zijn Bridget en Victoria. Mag ik jullie uitnodigen om naar voren te komen? Mag ik hier komen staan? Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Jullie eindigen de video met een vraag. Als zoiets gebeurt, kun je dan ook standvastig blijven staan en kiezen waarvoor je moet kiezen? Hebben jullie een antwoord op die vraag? Ja, ja. Ik denk dat, zeker voor mijn grootvader was het van begin af aan duidelijk dat hij een rol wilde spelen in dat verzet. Vooral om mensen te helpen natuurlijk. En dat heeft hij ook helemaal één op één uitgevoerd met alle consequenties van dien. Voor mijn grootmoeder was het denk ik wel wat moeilijker. Want ja, zij zat natuurlijk ook met haar gezin, met haar kinderen. Dus zij heeft ook nog voor de oorlog even overwogen en met mijn grootvader besproken de mogelijkheid om te vertrekken naar het buitenland, te emigreren. Maar dat wilde mijn grootvader niet. Maar toen die oorlog één keer begon en haar man die rol ging spelen, toen heeft zij haar man ook 100% gesteund. Toen zijn ze eigenlijk samen in verzet gegaan. En ze zijn er ook voor onderscheiden, toch? Onderscheiden. Ja, ze zijn onderscheiden met het Nederlands Verzetskruis. En Yad Vashem zijn ze allebei postuum onderscheiden. Zo ook hun dochter, Charlotte van Berkel, hun oudste dochter, die ook heel actief is geweest in het verzet. En die ook in het concentratiekamp Ravensbrück is geweest. Ja. Hebben jullie eigenlijk een idee hoeveel mensen er geholpen zijn door jullie voorouders? Ja, dat is een goede vraag. Dat blijft heel onduidelijk. Althans, voor ons blijft het heel onduidelijk. Er zijn een paar mensen waar we wel de naam van weten. En waar contact mee is geweest. Maar over het geheel, nee, we weten niet hoeveel mensen het zijn geweest. Nee, het is natuurlijk allemaal niet opgetekend, niet vastgelegd, niet op schrift, laat staan in een computer. Ja. Dus ja, nee, het blijft natuurlijk altijd een beetje gissen om hoeveel mensen het nou precies ging. Ja. En is het belangrijk om dat precies te weten? Nee. De vraag stellen is haar beantwoorden. Ik denk het niet. Ja. Je zei, jullie hebben contact met mensen die door jullie voorouders zijn gered. Kunnen jullie zo'n verhaal vertellen? Ja. Er is een man, Theo Krijns. Mm-hmm. Die is toch wel gered door... Of mijn grootvader heeft daar een bijdrage in geleverd. Theo Krijns was een koerier. Hij is in 20 april, denk ik, 44, is hij opgepakt, 's avonds laat. Toen hij met zijn fiets door de straat fietste. Hij is opgepakt door Duitse soldaten, omdat die net terugkwamen van een feest. En hij is uiteindelijk in een prikkeldraad terechtgekomen. En hij heeft daar letsel opgelopen, hoofd- en beenletsel. En van daaruit is hij gebracht naar het Jozef ziekenhuis, waar mijn grootvader hem opgevangen heeft. En hij heeft hem heel keurig in het verband gelegd. Heel veel in het verband gelegd, zodat hij niet meer kon praten. Uiteindelijk zijn in de dagen daarna zijn de Duitsers geweest en wilden hem afvoeren om hem verder te ondervragen. Omdat ze duidelijk kregen dat hij in het verzet zat. En daar heeft mijn grootvader aangegeven dat hij dat absoluut niet wilde, dat deze patiënt niet te transporteren was. Dus dat was de eerste daad, zeg maar, in deze situatie. Later heeft de knokploeg geprobeerd om deze meneer Krijns te bevrijden. En daar heeft mijn grootvader ook meegeholpen door ramen te openen, zodat de knokploeg naar binnen kon komen. Ja, en dat zijn dingen die we wel weten. Ja. Dat weten we van zijn familie. Heel dapper eigenlijk. Ja, zeker.
En als jullie nou terugdenken aan de tijd waarin jullie opgroeiden als kind, wat overheerste er dan? Was dat een gevoel van trots op jullie opa of meer verdriet? Nou, daar hebben we toevallig net vanmiddag over gehad. En onze conclusie was eigenlijk wel dat vooral het gevoel van trots overheerste. Maar dat komt ook omdat over het verdriet veel minder werd gesproken. Dat was meer onderhuids. Dat werd niet zo expliciet uitgesproken. Alleen bij bepaalde momenten barstte dat verdriet ineens eruit en kwam het naar boven. En dat realiseer je, dat verdriet bleef toch meer in het onderhuidse. Onderhuidse, dat is het eigenlijk. Ja, je had daar een mooi verhaal over, Bridget. Ja, precies. Ja. Ik heb het meer ervaren als een soort geheimzinnige stilte in het begin, in mijn kinderjaren. Later inderdaad wat meer trots, maar ook verdriet op bepaalde momenten. Mijn moeder, iedere keer als zij door Vught reed, ook hoogbejaard, zei ze altijd, vadertje, vadertje. En daar zie je haar verdriet. Het verdriet bij haar zuster Charlotte van Berkel, waar we het net over hadden, die in Ravensbrück is geweest. Die schrijft in haar boek op een gegeven moment, een paar dagen voordat zij naar Perpignan gaat, en eigenlijk een paar dagen voordat ze opgepakt wordt, dat ze enorm moest huilen en dat dat de laatste keer was dat ze gehuild heeft in haar leven. En dat de oorlog eigenlijk al haar tranen heeft opgedroogd en de pijn en de tranen in haar hart bleven. En haar dochters bevestigen dat ook, dat zij eigenlijk nooit meer gehuild heeft na die tijd. En dan zie je toch dat er een heel diep verdriet is. Maar ook een moedig mens die dat niet in staat is of niet meer wil tentoonstrijden. Ja. Dank voor het delen van jullie verhaal. Graag gedaan. Graag gedaan. We gaan nu luisteren naar het lied Ken je mij? Gezongen door Jovanka. Mag je het terug. Niets is verborgen.
van mijn naaktheid kon jij het hebben als niemand anders. Dat ik geen licht geef, niet warm ben, niet mooi, niet veel. Dat geen bron ontspringt in mijn diepte. Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. Dat ik door jou zonder schaamte gezien, genomen door niemand minder. Zodat niet veel. Te veel waar zijn, zodat niet veel te veel waar zijn. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Dankjewel, Jovanka. Welkom. Welkom, nabestaanden, excellenties, ambassadeurs, veteranen, adoptanten van oorlogsgraven en alle andere belangstellenden. Van harte welkom hier in Loenen. Ook welkom aan iedereen die bij ons is via televisie of via internet. Deze herdenking wordt live uitgezonden via Omroep Gelderland, Aruba TV en ook via een livestream. Dus wereldwijd wordt er gekeken. Aan iedereen welkom. Hier op het Nationaal Ereveld in Loenen. Op deze bijzondere plek zijn bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van conflicten daarna. Ook is dit de plek waar ruim 130.000 mensen worden herdacht die geen aanwijsbaar graf hebben. Het grijpt mij in het bijzonder aan dat er op dit ereveld ruimte is vrijgelaten voor nieuwe oorlogsslachtoffers, van nieuwe conflicten. Vandaag staan we stil bij de gevolgen van oorlog. Bij de echo die doorklinkt in het leven van de slachtoffers, van hun nabestaanden en ook van de generaties daarna. Wij willen met dit eerbewijs graag de herinnering aan iedereen die is omgekomen overbrengen op volgende generaties. Het Nationaal Ereveld in Loenen wordt onderhouden door de Oorlogsgravenstichting. Graag geef ik het woord aan de president van de Raad van Toezicht van die stichting, Jaap Smit. Welkom op deze bijzondere plek, op deze bijzondere dag. Een dag waarop we stilstaan bij de kwetsbaarheid en kostbaarheid van onze vrede en veiligheid. Hier op deze plek, het is al gezegd, waar bijna 4000 mensen begraven liggen, militairen en burgers, die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna en vredesmissies. Op een plek als deze zien wij de gevolgen van de wreedheden die mensen elkaar kunnen aandoen en het onvermogen om op vreedzame manier met elkaar samen te leven. Graven van onschuldige slachtoffers, maar ook van hen die in het verzet kwamen of ver weg op plekken waar de vrede bewaard moest blijven en waar het hoogste offer voor is gebracht. Welkom aan hen die hier zijn als nabestaanden van iemand die hier ligt begraven, stil te zijn en in gedachten bij hen te zijn. Welkom aan hen die hier zijn om de stilte te zoeken en respect te betonen voor hen die het leven lieten voor onze vrede en veiligheid, toen en in recente tijden. Welkom aan jongeren die hier zijn, die het van horen zeggen moeten hebben en zich bewust zijn van de kwetsbaarheid en kostbaarheid van onze vrede en veiligheid en vrijheid. Lieve mensen, het zijn roerige en spannende tijden waarin grote woorden vallen en de oorlog niet ver vandaan hier vandaan woedt.
We zien het antisemitisme weer onverbloemd opkomen en zoeken opnieuw manieren om dat oude monster de kop in te drukken. We zien een gepolariseerde samenleving waarin omgangsvormen en taal verruwen en het lijkt alsof mensen elkaar steeds minder kunnen verstaan. Laten wij hier op dit moment en op deze plek de stilte zoeken, hen gedenken die hier of elders begraven liggen en ons bewust zijn van onze eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij die vrede bewaren en onze vrijheid koesteren. Want die zijn niet vanzelfsprekend en zijn niet als natuurverschijnselen. Als je die twee voor lief neemt, alsof je er niets aan hoeft te doen, dan komen ze in de gevarenzone. En hier liggen mensen die met inzet van eigen leven uw en mijn vrijheid bevochten hebben en opstonden tegen het onrecht uit hun tijd. En door hen te gedenken, blijven wij waakzaam. Waakzaam tegen dat wat onze vrijheid en vrede bedreigt. Tegen dat wat onze democratische rechtsstaat bedreigt. Die is als de bewaker van die twee. Ik wens ons allen een goede herdenkingsbijeenkomst toe. Dank u wel. Ik ben hier de Stolperstein aan het schoonmaken. Die ter ere van mijn tante Anna is neergezet in de Ranitstraat 3A, waar ze gewoond heeft. In de tijd dat ze hier studeerde in Groningen, bij de familie Hendricks. Het is voor mij heel speciaal om ze te zien waar zij haar laatste jaren dus gespendeerd heeft. Anna is een oudere zus van mijn vader, dus ik ben haar nichtje. Anna had 5 broers, 3 oudere broers. En toen kwamen de 2 meisjes, toen kwam Anna. En dan mijn vader en dan haar jongere broertje, Sascha. De vader van Anna had een rubber- en theeplantage in Panumbangan. Het is een soekabumi op het eiland Java in Indonesië. Anna is opgegroeid in een hele natuurrijke omgeving. Daar heeft ze waarschijnlijk ook de liefde voor de natuur ontwikkeld. Ze was een dierenliefhebster en dat is later ook gebleken. Want zij studeerde medicijnen en in Indonesië moest je dan vivisectie plegen. En dat wilde ze niet. En in Nederland hoefde dat niet. Dus zodoende is ze in Nederland terechtgekomen. Toen was ze dus begin 20. Ze is in Groningen terechtgekomen omdat daar ook familie was. En woonde daar bij de familie Hendricks in de Ranitstraat. Ze was al heel duidelijk bezig met politiek. Ze schreef stukken in de studentenkranten en dan gaf ze toch pittige meningen. Van allebei de kanten trouwens. Dus ze probeerde ook de kant van de Duitsers te bekijken. Wat haar niet in dank werd afgenomen. Anna zat in de studentenvereniging en ze was kunstzinnig. Dus ze zat in een kunstgroepje. En daar leerde ze de schilder Johan Dijkstra kennen. Ze werd een beetje de muze van Johan Dijkstra. En het portret van haar, die altijd bij ons thuis gehangen heeft, hangt nu hier in het Groningen Museum. Anna werd in het begin van de oorlog lid van verzetsgroep De Groot. De Groot was een verzonnen naam waar Gerrit Boekhoven achter zat. Die man, Boekhoven, was dus al bezig mensen te verzamelen die gelijkgestemd waren. Dus anti-Duits, anti-SD. Het was een geweldloze verzetsgroep. Ze hadden geen wapens en ze gingen ook niet op zoek naar Duitsers of SD'ers of iets. Nee, ze wilden puur mensen helpen. Anna is begonnen als koerierster. Na de jaren verstreken ging ze steeds dieper erin. En werd het ook voedselbonnen vervalsen. En later toch ook Joodse mensen onderbrengen. En Engelandvaarders en parachutisten uit Engeland. Het ging eigenlijk steeds dieper en steeds verder. Dat ze, misschien omdat ze dan steeds meer risico's durfde te nemen. Maar niet realiserend wat voor consequenties dat zou kunnen hebben. Anna is uiteindelijk opgepakt omdat ze toch op een gegeven moment in de picture kwam.
Ze is opgepakt nadat ze een Joods gezin had ondergebracht. Niets vermoedend thuiskomen en daar opgewacht door de SD. Dat ze dus met spullen liepen te zwaaien van we hebben bewijsmateriaal. Dat ze als een kat nog op hem afgesprongen is, afgepakt. Naar de wc is gerend en daar nog snel geprobeerd heeft bewijsmateriaal op te eten. Ze is hier waarschijnlijk van de trap naar beneden gesleurd door de mannen die haar opgewacht hadden van de SD. En probeerde zich nog te verzetten. En ze drukte haar tegen de grond en zei, hou je rustig, Katja. En zei ze heel zacht, ja. Dan gaf ze zich dus eigenlijk over, beseffende dat het geen zin meer had om zich te verzetten. Maar ja, blinde paniek. Ze is naar het Scholtenhuis gebracht. Het Scholtenhuis was het hoofdkwartier van de SD. Daar werd ze ondervraagd, maar vooral gemarteld. Ze kreeg stokslagen en ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben, maar het was niet best. Maar ze bleef onverzettelijk. Ze praatte niet. En dat was ook iets wat de SD niet leuk vond. En ja, ze noemde haar dan Katjang. Ze waren bang dat ze bezweringen kon uiten. Heksachtig. Ze vond het natuurlijk vreselijk om gemarteld te worden, maar ze vond het nog erger om anderen gemarteld te horen worden. En ze werd in een kast gestopt, in de martelkamer. En kon ze dus horen wat er met andere mensen gebeurde. Nou, het moet ook verschrikkelijk zijn geweest. Ze moet toch behoorlijk wanhopig zijn geweest, want ze heeft wel een zelfmoordpoging gedaan. Te proberen over een reling heen te springen. Maar ja, dat is dus mislukt. Maar dat gaf wel aan hoe wanhopig ze was. De SD hield alles nauwkeurig bij. En in alle papieren die ze gevonden hebben, staat ook echt dat zwart op wit dat Anna nooit heeft gepraat. Het was een psychisch gestoorde SD'er die uiteindelijk aandrong op haar executie. Hij was vooral bang dat ze bezeten zou zijn door de duivel. En in de vroege avond van 19 maart 1945 werd Anna, ze was toen 24 jaar, door een andere SD'er op een stille plek in het Quintusbos bij Glimmen met een nekschot vermoord. Dini Eikema en Gerrit Boekhoven, die dus de prominente mensen waren in die verzetsgroep De Groot, die zijn hier ook vermoord. Na de dood van Anna is de groep opgepakt. Van de 30 die in de verzetsgroep De Groot zaten, zijn er ongeveer maar 10 die het overleefd hebben. Na de oorlog vond ze uiteindelijk op de erebegraafplaats in Loenen haar laatste rustplaats. Nu ik meer achtergrond weet van Anna, kijk ik zeker anders naar het schilderij. Zeker vroeger was het gewoon een schilderij boven de schouw, de zus van mijn vader. En verder had ik daar niet veel verhaal bij. En nu weet ik natuurlijk veel meer over haar. En welke rol ze heeft gespeeld. Een hele belangrijke rol voor de vrijheid van Nederland. Thank you.
De muziek wordt verzorgd door het Britten Jeugdstrijkorkest onder leiding van Loes Visser. Ze doen het dit jaar hier voor de 5e keer. Dank jullie wel daarvoor. Dan vraag ik nu uw aandacht voor de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts. Gerhard Badriaan was een Duitser van Joodse komaf. In 1938 vluchtte hij naar Nederland. Hij zat een poos ondergedoken in Apeldoorn bij de familie Hartland. En langzamerhand raakte hij bij het verzet betrokken in Amsterdam. Badriaans specialiteit was het zich voor te doen als een hoge Duitse officier. In uniform trad hij gevangenissen binnen, blafte in het Duits de medewerkers af en gaf hen lijsten met gevangenen die meteen met hem mee moesten komen. En op deze manier heeft hij tientallen opgepakte verzetstrijders vrij weten te krijgen. Uiteindelijk werd ook hij verraden en op 30 juni 1944 is hij bij een vuurgevecht op straat om het leven gekomen. De urn met zijn as is hier begraven op het Nationaal Ereveld, vak E, grafnummer 89. Vlakbij Gerhard Badriaan, ook in vak E, grafnummer 44, rust Anton de Kom. Vorige week op 24 april hebben we hier stilgestaan bij zijn dood. Anton de Kom was bij leven niet onomstreden. Afkomstig uit Suriname en getrouwd met een Nederlandse vrouw was hij een scherp criticaster van de slavernij en het koloniale bewind in zijn moederland. En ondanks dat hij hier veel tegenwerking en discriminatie ervoer, ging hij in de oorlog bij het Nederlandse verzet. De pen was zijn wapen, als schrijver van de communistische verzetskrant De Vonk. Inmiddels is hij opgenomen in de kanon van Nederland als activist tegen slavernij en kolonialisme en als schrijver, maar zeker ook als verzetstrijder. Ere wie ere toekomt. Hier op het Nationaal Ereveld in Loenen bij Apeldoorn zijn 4000 graven. 4000 namen en 4000 verhalen. Maar er zijn nog veel meer mensen van wie de naam in steen gegraveerd zou moeten zijn, van wie de verhalen verteld zouden moeten worden en bij wier graf we zouden moeten stilstaan. Maar lang niet iedereen heeft een graf. In de oorlog zijn heel veel slachtoffers verbrand, verdronken of in massagraven terechtgekomen, waarna ze lang niet altijd meer geïdentificeerd konden worden. De namen van deze 130.000 Nederlanders staan in 42 gedenkboeken. En in gedenkboek 35 staat Gerardus Johannes Hemmer, geboren op 28 maart 1904 in Geesteren, gemeente Tubbergen. Hemmer had geallieerde piloten geholpen, werd verraden en in 1942 vastgezet in het Oranje Hotel in Scheveningen. In 1944 werd hij naar Dachau vervoerd. En daar overleed hij op 5 februari 1945. Hij liet een vrouw en 3 kinderen achter. De jongste, Jan, was nog maar een baby toen zijn vader werd opgepakt. 8 jaar na de oorlog overleed de vrouw van Gerardus van pure ellende. De familie Hemmer, hier aanwezig in de persoon van Ida en Ben en mijn zwager Henk, die woonde in dezelfde gemeente als de gemeente waar ik geboren ben. En de boerderij direct naast het huis waar mijn moeder opgroeide was in de oorlog gevorderd door Duitse officieren. Zij woonden en sliepen in het huis. De familie
bivakkeerden in hun eigen schuur. Mijn moeder was een opgroeiend tienermeisje en op een avond liet een van die officieren tegenover haar voorzichtig blijken dat hij last had van gewetensnood. Hij was de oorlog ingestuurd, maar was vooral een gewone jonge man, bang en ver van huis en bepaald geen aanhanger van de politieke ideeën van zijn legerleider. Twee van mijn ooms, broers van mijn moeder, Jan en Geit, zaten ook in het verzet. En dat met Duitse officieren op nagenoeg hetzelfde erf. Zij hadden meer geluk dan Gerard Hemmer en overleefden de oorlog. Mijn ooms genoten na de oorlog veel aanzien. Maar ook over de opstandige Duitse officier werd bij ons thuis met respect gesproken. Je verzette tegen onrecht, je verantwoordelijkheid nemen. Niet meelopen met de meute, maar altijd zelf blijven nadenken. Als ik daar nu op terugkijk, waren dat echt de onderliggende thema's bij ons thuis op de boerderij. Gevormd in de oorlogsjaren. Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog is intussen wel duidelijk geworden dat lang niet alle Nederlanders in het verzet hebben gezeten. Behalve helden waren er ook meelopers, meewerkers en verraders. En het heeft vrij lang geduurd voordat we dat voorzichtig onder ogen durfden te zien. In Nederland zijn er relatief veel Joden opgepakt en afgevoerd, zonder dat daar veel grote opstanden tegen kwamen. En de weinige Joden die na de oorlog terugkwamen, konden niet op een warm welkom of veel begrip rekenen. En datzelfde geldt voor de tienduizenden mannen die in Duitsland moesten gaan werken. Na de oorlog kregen ze te horen dat ze de verkeerde keuze hadden gemaakt. En was er bijna niemand die naar hun verhalen wilde luisteren. En niet zelden werden ze nog geen jaar later opgeroepen om te vechten in Indonesië. En wie daar vragen over stelde of ongemak voelde over de rol van Nederland als koloniale bezettingsmacht, werd als landverrader beschouwd. Nederland had 5 jaar geleden en moest weer vooruit. Als land en als natie tot in de overzeese gebieden. Want die behoorden ons toe. En ondanks dat we inmiddels wisten wat het betekende om bezet te worden. De gedachten van Anton de Kom vonden destijds nog niet de weerklank die ze inmiddels gelukkig wel hebben gevonden. Bestond er pal na de oorlog vooral één overheersend beeld om op terug te kijken? Inmiddels is dat veel diverser en genuanceerder. Er zijn veel soorten slachtoffers. Er zijn veel soorten daders. Wat destijds goed en duidelijk leek, is inmiddels veel diffuser. Gerard Badriaan was Duitser. Maar hij was ook Jood. En verzetstrijder. Anton de Kom was Surinamer, maar ook columnist, activist, schrijver en verzetstrijder. Gerardus Hemme was een boer uit Twente, maar ook katholiek en vader en verzetstrijder. Alle drie hebben ze ons iets te vertellen wat van alle tijden is. Alle drie maakten ze hun eigen afweging. Alle drie kozen ze niet voor zichzelf, maar voor een ander. Niet halfslachtig, maar radicaal, zonder voorbehoud. Dat zijn de lessen die we nodig hebben, ook vandaag nog. Dat zijn de verhalen die we moeten blijven vertellen. Juist nu. Juist omdat lang niet iedereen een held is. Deze mensen, deze verhalen kunnen ons helpen het wel te worden. Want 79 jaar na de Tweede Wereldoorlog is de wereld nog steeds geen veilige plek. Wij kennen in dit deel van Europa wel vrede. Maar voor veel andere mensen geldt dat niet. En daardoor staan ook onze vrijheid en onze democratie onder druk. Ook in deze tijd, in deze wereld, hebben we mensen nodig die krachtige keuzes durven te maken. Die tegen de stroom in durven te zwemmen.
die niet eerst aan zichzelf denken, maar altijd eerst aan een ander. Die niet het ik voorop stellen, maar eerst het wij. Dat is de les die Gerard Badriaan, Anton de Kom en Gerardus Hemmer ons leren. Dat is het verhaal dat ze ons vertellen. En daar hoeven we maar één ding voor te doen. Ons openstellen en luisteren. En dan je eigen keuze maken. Nu er steeds minder mensen zijn die de oorlog zelf hebben meegemaakt, kennen we de oorlog steeds meer door verhalen. Verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Maar praten is vaak niet makkelijk. Soms lijkt zwijgen de betere oplossing. Zwijgen omdat je een nieuwe generatie niet met een oude situatie wil belasten. Zwijgen omdat je de woorden niet kan vinden die beschrijven wat je meemaakt en voelt. Of zwijgen omdat je simpelweg niet kan praten. In Apeldoorn, hier niet ver vandaan, staat scholengemeenschap KSG. Twee leerlingen van de KSG, Florence en Suze, vertellen ons het verhaal over een oud leraar van hun school, Jaap Weiler. Je kunt een verhaal pas goed vertellen als je alle puzzelstukjes hebt. Als je weet hoe je van A naar B komt. En je kunt een verhaal pas echt vertellen als je het ergens hebt gelezen, ervan hebt gehoord of als het je is verteld.
Net als Emiel Kooltof met zijn verhaal aan ons deed. Emiel vertelde ons dat hij pas sinds 20 jaar weet dat zijn opa een zus had, Lies. En dat die zus een man had, Jaap. Dat ze samen twee dochters hadden. Zijn vader had dit hem nooit verteld. Zijn vader besloot te zwijgen, net als zijn opa deed. En dus weet Emiel pas sinds kort iets beter hoe de puzzelstukjes van zijn familie in elkaar vallen. Net als ik. Ik weet pas sinds kort dat mijn opa in Afghanistan is vermoord. En dat hij niet werkte in Amerika zoals mijn vader als kind altijd dacht. Nee, hij is vermoord vanwege het werk dat hij deed. Zo'n puzzelstukje doet iets met je, toch? Ja, zo'n puzzelstukje verklaart. Terwijl er ook dan nog heel veel vragen zijn. Net zoals Emiel nog steeds niet weet hoe ze dat nou zo zeker wisten. Hoe wisten Jaap en Lies zo zeker dat het niet meer goed zou komen? Hoe? Je valt midden in het verhaal nu. Laten we bij het begin beginnen. Het is september 1940. Door de gangen van onze school, de KSG, loopt de leraar Frans. Die leraar Frans is meneer Weiler, Jaap Weiler. Dat is dus de man van de zus van de opa van Emiel. Het is oorlog, maar alles lijkt normaal. Dat verandert als de bezetter in november de eerste anti-Joodse maatregelen bekendmaakt. Alle Joodse leraren moeten ontslagen worden. En hier op school is meneer Weiler de enige Joodse leraar. Alsof het doodnormaal is, krijgt hij bij zijn afscheid een speech en een elektrische klok cadeau. Maar zijn afscheid is niet normaal. Het is het begin van de Jodenvervolging in Nederland. Het begin van de moord op meer dan 100.000 landgenoten. Maar dat wisten ze toen nog niet. Ze wisten het niet, maar meneer Weiler vermoedde het wel. Het woord meneer Weiler... Jaap, laat hem gewoon Jaap noemen. Dat deed Emiel ook. Het woord Jaap al snel duidelijk dat het niet meer veilig is in Nederland. Hij besluit samen met zijn vrouw Lies en hun dochters Roos en Marte onder te duiken. Het is moeilijk om met z'n vieren onder te duiken. Dus splitsen ze op. De meisjes duiken onder in Apeldoorn. Hier, bij de familie Kiewiet. Jaap en Lies worden in het diepste geheim met een turfschip over het Apeldoorns kanaal naar de familie van Dijk in Epe gebracht. Het lijkt me zo dapper om te vluchten. Je weet niet wat je te wachten staat. Waar je terechtkomt. En toch doe je het. Ja, je doet het. Zoals mijn ouders deden. Omdat er geen andere keuze was. De Weilers zitten al bijna 2 jaar ondergedoken. En met behulp van verzetscouriers schrijven ze elkaar brieven. Maar in januari 1943 schrijven de meisjes plotseling niet meer terug. Jaap en Lies zijn wanhopig. Wat zou er met hun dochter zijn gebeurd? En dan, zo vertelt Emiel ons, horen Jaap en Lies dat hun dochters zijn verraden. Roos en Marten worden opgepakt en net als tienduizenden anderen naar Westerbork gebracht. Waar ze na 5 dagen al op transport worden gezet naar Auschwitz. Waar ze direct na aankomst worden vermoord. En dan beginnen er voor Emiel puzzelstukjes te ontbreken. Jaap en Lies zijn dus radeloos. Als hun dochters niet meer veilig zijn, dan hoeft het leven voor hen ook niet meer. Maar hoe wisten ze dat zo zeker? Dat vraagt Emiel zich af. Hoe weten ze zo zeker dat ze hun dochters nooit meer terug zullen zien? Want wat als? Wat als Roos en Marten waren teruggekomen? Ja, maar ze kwamen niet terug. Maar wat als? De familie van Dijk, bij wie Jaap en Lies onderduiken, probeert hen nog op andere gedachten te brengen. En is vanaf dat moment altijd thuis om te voorkomen dat ze zelfmoord plegen. Maar op 2 maart 1943 gaat het mis. De hele familie van Dijk gaat naar een feestje. Ze moeten wel. De buren hebben argwaan. De Van Dijks zijn nooit meer ergens met z'n allen tegelijk. Bij thuiskomst liggen er 2 brieven op tafel en 2 trouwringen. Jaap en Lies zijn het Apeldoorns kanaal ingelopen en verdronken. De brieven zijn afscheidsbrieven. Na 3 weken wordt het lichaam van Jaap hier in het Apeldoorns kanaal gevonden. En niet veel later dat van Lies. Ze krijgen allebei een anoniem graf. Voor de familie van Dijk moet het duidelijk zijn geweest om wie het ging. Maar zij konden natuurlijk niks zeggen. Officieel zijn Jaap en Lies helemaal nooit in Epe geweest. Jaap en Lies maken op 2 maart 1943 een einde aan hun leven omdat ze denken dat hun dochters dood zijn. Maar hoe weten ze dat nou zo zeker? Wat als? Roos en Marten worden op 21 januari 1943 in Auschwitz vermoord. Oké, maar... Ook meneer Kiewiet, bij wie Roos en Marten zaten ondergedoken, overleeft de oorlog niet. Nadat hij wordt opgepakt, sterft hij in Duitsland in een concentratiekamp. Er is zo weinig hoop in dit verhaal. Precies. Jaap en Lies wisten het niet zeker.
Maar ze hadden ook geen hoop meer op een goede afloop. En afwachten zonder hoop kan erger zijn dan de dood. Voor Emile vallen de puzzelstukjes van zijn familie pas in 2002 in elkaar, wanneer een journalist het verhaal uitzoekt. Zijn vader had al die tijd gezwegen. De graven van Lucia worden gevonden. En hier op Loenen worden ze samen herbegraven, naast elkaar. Er is dan al wel een gedenksteen op de Joodse begraafplaats in Apeldoorn. Daar staat de hele familie bij elkaar. Lies, Jaap, Marten en Roos. We moeten niet zwijgen, zegt Emile. Niet vergeten. We moeten hun namen juist noemen, zodat ze er nog een beetje zijn. Lies, Jaap, Marten en Roos. Het doodnormaal gezin. Met dochters. Net iets ouder dan dat wij nu zijn. Een gezin dat opeens niet meer veilig was in hun eigen land. Dat kan je zomaar overkomen. Ja, dat kan je zomaar overkomen. Nog steeds. Was gekomen als dieven in het donker, werd mijn land vertrouwd. En liet ik alles achter. Ik ben mijn naam vergeten, ben man en kind verloren. Maar ik ben niet alleen. De bergen zijn mijn vrienden. Een boerin heeft mij verborgen onder kolen in een kelder toen de vijand kwam. Ze stierf zonder iets te zeggen. En voor wie vlucht is iedere schaduw, een soldaat of een verrader. Er is steeds die angst. Hoor de wind die fluistert en belooft als je goed luistert dat er vrede komt. Misschien vandaag of morgen. En nu de aarde is besmeurd. En de hemel is gescheurd door geschreeuw om hulp. Is het leven zinloos? En in Kharkiv of in Gaza, 1940 of vandaag. Er is geen verschil. Voor wie er op de vlucht is. Hoor de wind die fluit.
luistert en belooft als je goed luistert dat de vrede komt. Misschien vandaag of morgen. 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 We hoorden het lied De Vluchteling, prachtig gezongen door Jovanka. Ik vertel u hoe de rest van het programma zal gaan. We gaan zo eerst luisteren naar de laatste spreker. Daarna klinkt het signaal tap toe. Dan volgt een minuut stilte om hen te herdenken die omkwamen in oorlogen. U wordt verzocht om daarbij allen te gaan staan als u daartoe in staat bent. Ter afsluiting zingen we dan samen het Wilhelmus, het eerste couplet. En vervolgens gaan we over naar de kranslegging. Maar we zullen dus eerst luisteren naar de bijdrage van dichter en schrijver Gerswin Bonifacia. Omdat het geen extraatje is. Maar de enige manier hoe we uit kunnen dragen wie we ten diepste zijn. Meer dan een idee, meer dan een lichaam. Een schelp, een rondgang naar meer. De draad die je terug wilt volgen als je bent blijven hangen. Een landschap, gebloemschikt naar het ritme van de mens. Niets in ons verjaart. In de hoop dat onze herinneringen zich te goed kunnen doen aan de remedies van oude wetten. Het spoort ons aan om wilskracht te tonen. Geeft ons de kracht waar verdriet is, troost te bieden. Om wat verwoest is weer op te bouwen. En om wie we verloren zijn nooit te vergeten. Vandaag buigen we ons nederig. Niet alleen voor helden, maar ook voor degene wie strijd in de schaduw van de geschiedenis plaatsvond. Onzichtbare strijders van het vrouwelijk verzet, wiens moed als stille storm de geschiedenis beroerde. We eren hen die uit het Caribisch gebied kwamen of vochten in voormalig Nederlands-Indië, hun wortels vermengd met de grond van verzet en vrijheid. Niet alleen als daad van respect, bezig met wat er ooit gebeurd is, maar ook vanuit de verbinding met nu en een belofte aan de toekomstige generaties. Op een dag als vandaag realiseer ik me hoe belangrijk het is dat we blijven zoeken naar balans. Hoe de sociale orde in de samenleving wordt vormgegeven, dat iedereen de hoofdgerechten mag opslokken, terwijl we tegelijkertijd de vrijheid van de mensen waarborgen. Niet simpelweg een beleefdheid die we op papier vastleggen, maar als kloppend hart van de samenleving. Terwijl we hier al 75 jaar herdenken, een herinnering aan de fragiliteit van vrede, een oproep tot waakzaamheid, solidariteit, staan we ook stil bij het feit dat elke tijd mensen kent die opstaan tegen onrecht, uitsluiting, dat jouw geschiedenis voor een ander zijn heden is. Wat doe jij tegen onverdraagzaamheid van vandaag de dag? In ons eigen land. In je buurt. Ik hoop dat de nagedachtenis van 4 mei ons helpt om in tijden van ik het wij terug te vinden. Vanuit wij ontstaan de zachte waarden. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dat we mogen blijven herdenken, afspreken
met onszelf en met elkaar. En misschien is dat wel onze opdracht. Een geschiedenis creëren zoals Kampert omschrijft. Dat bestaat uit jezelf een vraag stellen en dan die vraag weer stellen aan een ander. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties leggen nu een krans of een bloemstuk bij De Vallende Man, het monument van de Oorlogsgravenstichting. De bloemen zullen daarvoor worden aangereikt door Ishani, Janelle, Evelien, Noah, Yalou en Anne. Allereerst namens de Nederlandse strijdkrachten, commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim en krijgsmachtadjudant Mart Vaart.
Een gezamenlijke krans wordt nu gelegd door de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Noen, de ambassadeur van Noorwegen, de heer Svensson, de plaatsvervangend... Ik begrijp dat u mij niet kan horen. Kijk even naar iemand van de regie. Eén moment alsjeblieft. Oké. Dan doe ik het even op deze manier. Oké, dank u wel. Een gezamenlijke krans wordt nu gelegd door de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Noen, de ambassadeur van Noorwegen, de heer Svensson, de plaatsvervangend ambassadeur van Groot-Brittannië, de heer Allen, en de army attaché van de ambassade van de Verenigde Staten, de kolonel Sturgeon. Thank you very much. Namens de Raad van State, vicepresident Tom de Graaf. Namens het provinciaal bestuur van Gelderland, de commissaris van de koning Henry Lemfring. Namens de gemeente Apeldoorn, burgemeester Ton Heerts en Tim Masselink, vertegenwoordiger van de Jongerenraad. Namens de gemeente Brummen, burgemeester Geert van Rumont.
Namens de ex-rijksgenoten uit de voormalig overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt een koepelkrans gelegd door de Stichting Molukse Erfgoed, Stichting OCAN, het Surinaams inspraakorgaan SIO, de Stichting 4-5 Mei-comité Amsterdam Zuidoost, Stichting Nusantara Amsterdam, het Multicultureel Netwerk Defensie en het Amsterdam 4-5 Mei-comité. Namens de Engelandvaders, de heer Bartelings en de heer Timmers Verhoeven. Namens de BNMO, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, de heer Oldenkirchen en de heer Wijnands. En namens het Nationaal Veteranenplatform, vicevoorzitter de heer Van der Vorm. Het platform zal een krans leggen mede namens de Vereniging Oud-Korea-Strijders, de Stichting Marjussee Contact, de Nederlandse Officierenvereniging, de Vereniging Oud-Leden 1e NLUN Signal Battalion en de Vereniging van Veteranen Garderegiment Fusiliers Prinses Irene VBM. Namens de Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel en de Marissussee-vereniging, mevrouw De Kasparis en de heer Harmsen. En namens ACOM, de Bond van Defensiepersoneel, wordt een krans gelegd door de heer Kropf.
Namens de vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945, de heer Krijns. Een gezamenlijk bloemstuk namens Stichting 1940-1945 en ARK wordt gelegd door mevrouw Bloem, mevrouw Drogendijk en mevrouw Capien van de Coppello Rakic. En namens de vereniging Onderofficieren en Oud-Onderofficieren Verbindingsdienst, de heer Kolen en de heer Tamboer. Namens de inwoners van Loenen, de heer Zanger en Scouting de Valouwe. En namens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945, de heer Altena. Tot slot, namens de Oorlogsgravenstichting, president van de Raad van Toezicht Jaap Smit en directeur-bestuurder Lisette Mataar. We zijn aan het einde gekomen van Eerbewijs 2024. De officiële herdenking van de Oorlogsgravenstichting op het Nationaal Ereveld in Loenen. Een herdenking waarin we in het bijzonder aandacht hebben gehad voor de belangrijke rol van vrouwen, die vaak onderbelicht blijft. We hopen dat deze herdenking een herinnering is aan de kracht van oorlog en de kwetsbaarheid van vrede. En dat we altijd voor dat tweede moeten kiezen. Bedankt voor uw aanwezigheid. Morgen koesteren we de vrijheid. Live vanuit Wageningen zijn we aanwezig bij de nationale herdenking van de capitulaties 1945. En doen we verslag van het bevrijdingsdefilé.